Ja, laten we maar met een vaststelling beginnen. Jij moet er ongelooflijk van balen dat je de herstart van de competitie mist, of niet? Ja, tuurlijk. Je komt fit uit de winterstop. Goede voorbereiding gedraaid. En dat is net de pech dat je in de laatste oefenwedstrijd blessure oploopt. Ja, voor de mensen die het niet weten, wat mankeer je nu precies? Ik heb een verrekking mijn bovenbeen overgelopen. Ja, dus dit weekend mis ik hoog waarschijnlijk. Maar ik kom Ajax weer bij de selectie toe te voegen. Het lijkt me een aardig doel, hè, om die wedstrijd wel te halen. Ja, natuurlijk. Het is jammer dat ik nu de eerste wedstrijd mis. Maar ik focus nu op Ajax gewoon. En probeer ik zo fit mogelijk aan de start weer te zijn. Ja, is het extra jammer omdat je in de laatste weken voor de winterstop gewoon de linksback van Feyenoord 1 was? Nou, de linksback, ja, ik heb je stond erin een aantal keren. Ik deed het goed. Ja, dat ging aardig. Ja, die lijn weer natuurlijk doortrekken. En het is wel lekker als je de competitie ook weer goed kan beginnen. Maar even geduld hebben weer en volgende week weer oppakken. Ja, want is dit in alle opzichten een bijzonder leerzaam seizoen voor jou? Er was die trainerswisseling, Koeman kwam, Been ging. Mensen dachten dat je linksback zou staan, maar je zat een aantal keren niet bij de selectie. Hoe leerzaam is het afgelopen half jaar voor jou geweest? Ja, heel leerzaam natuurlijk. Ik heb even geduld moeten houden. Ik had blessures gehad, waardoor ik langs de zijlijn moest afkijken. Maar ja, ik heb de laatste 6 wedstrijden heb ik kunnen spelen. Het ging wel aardig. En als jonge speler moet je natuurlijk veel wedstrijden spelen om je goed te kunnen ontwikkelen. Heb je ook echt het gevoel dat je Koeman hebt moeten overtuigen in dat half jaar? Ja, natuurlijk. Zeker als er een nieuwe trainer komt. Hij weet niet precies wat we spelen je nog bent. En dan moet iedereen zich opnieuw weer bewijzen. En dat heb ik de laatste 2 maanden wel goed kunnen doen, denk ik. Ja, was het daarvoor ook wel eens moeilijk? Of hoort dat nu eenmaal bij je vak? Of kun je wel degelijk in een dip zitten om dat woord maar te gebruiken als het even niet gaat zoals je eigenlijk zou willen? Nou, het is niet echt een dip, maar het wil altijd zorgen dat je gewoon gemotiveerd blijft. En elke dag weer scherp op de training en proberen de trainer te blijven overtuigen en wat je kan. Ja, zijn er dan mensen in je omgeving, ploeggenoten of in je familie, waar je dan extra steun in hebt in zo'n moeilijke of vervelende fase? Ja, natuurlijk. Sowieso door heel mijn carrière al mijn ouders en op de club heb ik mijn neef ook rondlopen, waar ik ook veel mee praat. En er zijn genoeg mensen die achter me staan en me daarin gesteund hebben ook. Nou ja, nu het ook goed gaat, zijn ze er ook nog steeds. En dan zijn er kenners die wel eens in voetbalbladen roepen dat ze jou een heel grote toekomst voorspellen. Hè? Laat je daardoor je hoofd op hol brengen of ben jij een heel nuchtere jongen? Nee, ik ben wel een nuchtere jongen en focus me gewoon op de doelen die ik zelf stel. En probeer elke dag weer de beste eruit te halen. Ja, waar dat toe leidt, dat weet niemand. Dat weet ik zelf ook niet, maar probeer elke dag gewoon weer de beste eruit te halen. En dan zie je wel hoe ver ik kom. Goed, welke doelen heb jij jezelf dan gesteld? Ja, sowieso om mijn basisplaats af te dwingen. En zelf elke dag weer beter proberen te maken. En ja, gewoon van toegevoegde waarde zijn voor dit team en voor de club. En dat gaat niet lukken in Venlo, maar de week erna hopelijk wel in die mooie volle Kuip. Ja, hopelijk wel. Ik ga er alles aan doen om weer fit te worden en zo snel mogelijk weer bij het team te komen en op het trainingsveld te staan. Want dat heb je het liefst natuurlijk.